En al die partners totaal, ja, zonder die partners kan je niet doen. Wat dat betreft is het ook net sport en net voetbal. Hi, ik ben Benita, de man of the match van Adecco. Adecco is al 19 jaar de HR-partner van de KNVB. Vanuit mijn wereld van werk loop ik in de serie Top Jobs mee met een aantal topfuncties bij de KNVB. Vandaag is dat Michael van der Star. Hi, hoi. Benita. Michael. Leuk je te ontmoeten. Jij bent een manager van World Coaches. Klopt, ja. Ik ben heel benieuwd, wat gaan we vandaag doen? Eigenlijk ben je uitgenodigd op het feestje van World Coaches. We bestaan 10 jaar en dat gaan we hier binnen in Nieuwsport gaan we dat vieren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zou zeggen, we gaan lekker naar binnen. Mijn rol vandaag is eigenlijk meer ceremoniemeester. Eigenlijk gewoon de relaties ontvangen. Verder heb ik geen inhoudelijke rol op de dag zelf. Maar moet ik vanuit mijn functie uiteraard bij ons eigen verjaardagsfeestje aanwezig zijn. Ze gaan laten het feest beginnen. Zeker. 10 jaar World Coaches, ja, dat is nogal een periode. In een notendop houdt het in dat wij vanuit de KNVB coaches opleiden in andere landen, buiten Europa. Leiden we op om betere voetbalcoaches te worden, uiteraard. Maar daarnaast leiden we ze ook op om voetbal te gebruiken voor de zogenoemde life skills. Om de levensvaardigheden die iedereen nodig heeft in zijn leven. Om te dealen met de uitdagingen die je hebt in je leven. Ja. Om daar connectie te maken met voetbal. Anouk. Ja. Jij bent ambassadeur van World Coaches. Wat betekent dat? Dat houdt in dat je meegaat als er een cursus is in een van de landen. En dan geef je clinics, presentaties, je bent aanwezig bij de cursus die gegeven wordt. Je bent meer dan een coach. Je bent ook een mentor, je bent een vaderfiguur, je bent een rolmodel. Dus jij moet je wel meer inleven in zo'n kind, erachter zien te komen. Gesprekken vuren met de ouders, met de scholen en alles. En het is gewoon een fantastisch project en ik ben heel erg blij dat ik daar deel van kan zijn. En dat ik een paar keer per jaar dit werk kan doen en dat ik mee kan gaan. Voetbal heeft mij veel gegeven en nu kan ik wat teruggeven. We hebben inderdaad ambassadeurs, dus dat zijn voetbalprominenten uit binnen en buitenland die het programma warm hart toedragen. En met ons regelmatig meereizen als dat inderdaad gewenst is. Daarnaast hebben we een betrokken groep van docenten. Die doen het belangrijke werk dat ze met de lokale coaches aan de slag gaan. Het is ons sociaal-maatschappelijk programma, internationaal, waar we heel veel aanzien krijgen. Maar dat is niet zoveel belangrijk. Het belangrijkste is dat we heel veel impact mee hebben op kinderen. Meer dan 600.000 kinderen hebben we bereikt in de afgelopen 10 jaar. En hopelijk worden dat nog veel meer in de komende jaren. Hoe ben jij in deze functie terechtgekomen? Ik ben begonnen als stagiair bij de KNVB, zoals best wel veel mensen binnen de organisatie. Toen ben ik begonnen bij de academie, dus de opleidingentak. En in die tijd al wel mijn collega die met internationaal bezig was, wat geassisteerd. En eigenlijk bij de lancering van World Coaches zijn we eigenlijk met z'n tweeën daarin begonnen en uitgebouwd tot het programma wat het nu is. Wat ik er heel erg aan waardeer is dat je probeert via die sport natuurlijk mensen skills for life mee te geven. Onze mensen doen dat ook regelmatig door te voetballen met de bevolking. Dus dat werkt heel goed. Ja, jullie werken met heel veel partners samen, toch? Ja, enorm veel. Best een aardige groep. En onze lokale partners. En die zijn eigenlijk het belangrijkste. Hmm. Want die zijn eigenlijk de ogen en oren van de organisatie. Wij werken natuurlijk met name vanuit Zeist. Hmm. Maar juist die lokale organisaties, die hebben de voelsprieten in de communities. En al die partners totaal, zonder die partners kan je niet doen. Wat dat betreft is het ook net sport en net voetbal. What does it mean to the community? Before, the parents and the community doesn't really care. But now they see the girls are more succeeding. And they see that it's more than playing football. Ik krijg er echt heel veel energie van. Het is super intensief zo'n week. Je maakt hele lange dagen, je reist lang. Maar je komt zo verrijkt terug. Ik heb veel gewonnen als speler. Ook als trainer. Maar niet altijd kan je winnen. Maar in dit programma is elke week voor mij een winning. Ik ga er met een glimlach naartoe en ik kom er met een glimlach weer naar huis. En dat is het allerbelangrijkste. Ik voel me een ander mens. De dag zit erop. Hoe bijzonder was het? Hij is voorbij gevlogen. Hartstikke mooie dag. Ik denk dat we heel trots mogen zijn over de mooie woorden die gesproken zijn. Zowel door de ministers als door onze ambassadeurs. Er zijn ook commitments uitgesproken, ook al richting de toekomst. Dus dat is voor ons ook hartstikke mooi. Er zitten mooie programma's aan te komen. En met de opkomst die we allemaal hebben gehad vanuit meerdere hoeken. Moet je stoelen partners, bijzetten. Precies. Ik denk dat dat al een heel mooi compliment is. Dus je kijkt daar zeer positief op terug. Nou, heel erg bedankt voor deze dag.
En heel veel succes met jullie mooie projecten ook verder. Dankjewel. Ook dit is werk in de voetbalwereld. Ga naar www.adecco.nl/manofthematch en stel je vraag. Wie weet stel ik jouw vraag in mijn volgende aflevering.